En dan wil ik vragen aan Forza om hun motie in te dienen. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Wij dienen de motie, laat de horeca niet verzuipen in, om als gemeenteraad solidair te zijn met de groep ondernemers die keihard getroffen zijn door de lockdown. Een groep ondernemers die eerst niet meer mochten werken en nu weliswaar weer aan de slag mogen, maar die door de anderhalve meter maatregel nog steeds geen inkomen kunnen vergaren, omdat zij op de vierkante meters die zij tot hun beschikking hebben veel minder gasten kunnen ontvangen. Voor deze groep willen wij met deze motie, in navolging van de gemeente Amsterdam, Sliedrecht, Frieske Meren en Barneveld, de horeca tijdelijk meer buitenruimte ter beschikking stellen zonder daar extra geld voor te vragen. Echte solidariteit is, omdat we hiermee inkomenszekerheid en continuïteit voor deze groep helpen waarborgen. Een regeling die onze gemeente buiten welwillendheid en solidariteit niets extra's hoeft te kosten. Een regeling die onze gemeente de kans geeft om met de woorden van wethouder Nobel te spreken, te laten bruisen. Wetende dat solidariteit bij alle partijen hoog in het vaandel staat en wij onze horeca niet kwijt willen, verwachten wij unaniem steun voor deze motie. Dank u wel, voorzitter. Ik ga kijken wie even hierop wil reageren. Ik ben oprecht verbaasd over deze motie. We hebben hier vorige week al aandacht voor gevraagd bij de actualiteit. We hebben er vragen over gesteld en hebben ook een antwoord van de wethouder opgekregen dat hier al volop mee aan de slag wordt gegaan. Wij staan wel achter deze motie met wel twee aandachtspunten. En dat is ten eerste dat de veiligheid op die plekken waar uitbreiding plaatsvindt niet in het gedrang komt. En dat er met omwonenden in ieder geval gecommuniceerd wordt in de zin van dat er geen geluidsoverlastklachten door die toename komen. Maar verder vinden wij het uitstekende initiatief. D66 heeft op 28 april al schriftelijke vragen gesteld met exact de tekst die nu in de motie staat. Namelijk meer ruimte geven, ruimere openingstijden, makkelijker omgaan met vergunningverlening. Daar hebben we nog geen vragen op gehad. Dat betekent dus dat wij dit op zich een sympathieke motie vinden, want wij hebben die vragen niet voor niks gesteld. Maar ik stel voor dat wij eerst de vragen van D66 nogmaals van 28 april afwachten. Ja, dank u wel. Ik zie hier allemaal verwarde gezichten. En uiteindelijk heb ik wel het idee dat wij allemaal wel in dezelfde richting aan het denken zijn. Namelijk, hoe gaan we gewoon elkaar weer ontmoeten? En de horeca is een plek waar je dat kan doen. Dus wat ik eigenlijk gewoon hoop is dat we allemaal onze verbazing inslikken en even gewoon kijken van wat kunnen we nou doen voor onze inwoners. En GroenLinks wil hier wel mee instemmen. Laat ik allereerst zeggen dat het een hele sympathieke motie is. Dat vindt mijn fractie ook. En de gesprekken die het college al begonnen is met Horeca Nederland, waarin dit soort creatieve oplossingen eigenlijk naar boven moeten komen. Dus ik zou die gesprekken afwachten. En om die reden zullen wij deze motie, ongeacht, ondanks dat die ook goed is, niet steunen. Dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit wel een hele belangrijke motie. Het is een feit van niet afwachten. Als het goed is, wordt het komende week ook mooi weer. Dus dan gaan de terrassen, of komende week, excuus, over 2 weken gaan de terrassen open. En dan is het belangrijk dat we het goed gaan doen. Dus we hebben nog tijd om te kijken wat is veilig, wat is niet veilig. Dus wij steunen volledig deze motie. Dank u wel. Nou, voorzitter, als mede-indiener van deze zeer sympathieke motie, valt het me eigenlijk een beetje tegen van mijn collega's dat wij niet nu op zo'n belangrijk moment met z'n allen gewoon ja kunnen zeggen tegen deze motie. Alleen al om het feit dat wij de horecaondernemers die het ontzettend moeilijk hebben een hart hiermee onder de riem steken. Wees verstandig en stem gewoon niet met die motie. Oh, graag. Meneer Koning, gaat u vooral voor uw gang. Nou, wij vinden het een hele onsympathieke motie. Er wordt een beetje geroofd wat andere partijen al in gang hebben gezet. De VVD heeft vragen gesteld en van de wethouder gehoord dat zij druk in overleg is. D66 heeft schriftelijke vragen gesteld. Het is altijd de gewoonte dat we die beantwoording afwachten. Maar kennelijk wil Forza dit onderwerp kapen. Maar hij is volstrekt overbodig.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, overbodig, maar wel fijn om te zien dat er zo breed steun is voor deze richting. Want we zijn op basis van de vragen ook van D66 en van de VVD, maar nu dus eigenlijk de oproep van zo'n beetje de hele raad, zijn we al een aantal weken inderdaad in gesprek met de verschillende ondernemers, met Koninklijke Horeca. En is onze insteek om echt zo maximaal mogelijk ruimte te geven. Ja, we hebben het antwoord gehoord van de wethouder. Die is volop in gesprek. En ook wij zitten graag op het terras. En wij hebben daar volop vertrouwen in dat ze dat gaat regelen. En daarmee is in principe deze motie overbodig. En overbodige moties steunen we niet. Gaat uw gang. Dank u, voorzitter. Voorzitter. Ik ben erg verbaasd dat wij met een hele sympathieke motie zijn gekomen. Met een zeer concreet voorstel, dus niet met vragen aan de wethouder. En dat bij vele partijen daar hun ego, het steunen van deze motie in de weg staat. En ik heb ook tot mijn verdriet moeten constateren dat meneer Herman Koning, die normaal gesproken echt altijd een hele fijne man is, zo lang binnen zit door de coronacrisis dat hij wat knorrig is geworden. En ik hoop dat hij alsnog zover kan komen door toch voor deze sympathieke motie te stemmen. Dank u wel.